Ik en mijn grote vriend staan bij Rotterdam Ahoy. Want vanavond vindt de openingsceremonie plaats van het European Para Championship 2023. Er staan achter ons heel veel belangrijke mensen. Want ze trappen af met het VIP-diner. Met onder andere optredens van Davina Michel, Victoria Modesta en nog veel meer. Ik heb er zin in. Ja, jij mag niet praten, maar doe maar gewoon eens blij dat je er zin in hebt. Oké, let's go. Okay, voel je al een beetje de spanning hier? Nog niet. Nee? Nee. We komen eigenlijk ook net van het WK af. Dus we hebben de spanning toen al gekregen. En nu is het gewoon eigenlijk extra. Hoe is het met je en hoe is het met de spanning? Ja, gaat goed. Ik vind het heel spannend om hier te zijn. Komen woensdag hoop familie en vrienden kijken als het goed is. Dus dat geeft wel iets meer druk dan normaal eigenlijk. Ik ben wel benieuwd naar de opening zometeen. En ik hoop dat deze dagen of morgen en snel voorbij gaan eigenlijk. Want het is wel lang wachten. Ja. For you to perform it also at an event dedicated to the para sports? It feels very special to be involved with generally Paralympic movement 11 years later, right? Would your main message be to all the athletes who will compete upcoming day? The last Paralympics happened 4 years ago, and I think every 4 years, like, we make a huge jump. And I hope that they bring Paris down. You know, it's a huge opportunity. And straight after that, you know, it's going to be Los Angeles, yeah. You know, which is now my hometown. So it's really exciting. And I really, really hope that they feel the support of everyone around them, because I think that matters. Hoe zie jij dan dat bijvoorbeeld muziek en sport kan helpen door mensen te motiveren om lekker bezig te zijn? Nou, ik denk dat muziek en sport vooral een mooie aanvulling op elkaar is, weet je wel. Ik probeer heel vaak in mijn liedjes te schrijven, ik probeer mijn liedjes te motiveren en kracht uit te stralen en doorzettingsvermogen. Wat bijvoorbeeld over Skyward gaat heel erg over het doorzetten en het niet luisteren naar anderen. En ik denk dat dat helemaal in de paraspelen enorm mooi naar voren komt. En als je iets tegen de atleten zou willen zeggen, wat zou dat dan zijn voor komende dagen? Okay, go, 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 get him! Woo! 3, 2, 1. The European Para Championships are officially opened.